is Sjoerd. In Blij met Sjoerd. Daar ben ik weer. Ik ben op vakantie in Afrika. Kijk maar. Hey, grapje. Ik ben op safari in deze bergen. Om te kijken hoe het is om een reindeer te zijn. Hey Sjoerd. Hey. Ga je mee vandaag met mij? Jazeker. Ja? Stap maar in. Wat doe je als reindeer precies? Als ranger zorg je er eigenlijk voor dat in een natuurpark je de natuur beschermt en heel goed op de dieren let. Welke dieren vind je het leukst? Ik vind zelf gorilla's heel mooi. Oké. Ze zijn heel groot en heel imposant. Ja. Maar ze lijken zoveel op mensen. Mijn moeder ook dus. Geef jullie alle dieren een naam? De dieren die heel bijzonder zijn, die krijgen meestal wel een naam. Ik kan me eentje zo noemen. Maar wat voor dier zou jij Sjoerd willen noemen dan? Ja, leeuw natuurlijk. Een leeuw? Een leeuw. Zullen we weer? Oké, let's go! Oké. Lijkt me lang, man. Kijk. Oh, wat gaaf. Weet je wat een mooie oren die hebben? Ja. Kijk, je kijkt ons aan. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de blauwe gnoe. Deze gnoe die heeft nog maar één horen. Een unicorn. Ja. Hey, doe weer gnoe. Kijk eens wie er naar ons staat te kijken. Ja, zie je dat? Dat is Finn. Finn. Kijk. Oké, kijk. Wat? Duimpje omhoog en abonneren. Over. Oké, dat ga ik doen. Dan gaan we naar de koning van de savanne. De leeuwen. De Mustafa. Ja, en naar Simba. Simba. Je kent ze allemaal. Ja, je. Dus we kunnen even kijken of we alle leeuwen hier nog kunnen vinden. Dan kan ik mijn verrekijker even. Goeie, hè? Ja, ik zie er één liggen. Een mannetje? Ja. Een mannetje voor je vrouw, dat heeft hij wel goed gedaan. Dat heeft hij zeker goed gedaan, een mannetje. Daar zitten dus allemaal kleine aapjes. Kom niet dichterbij komen. Als ranger mag dat natuurlijk wel. Mooi. Ja, ik zie je zo. Zie je zo? Ja. Hallo? Kijk of je het vertrouwen kunt winnen. Ja. Doe je goed, Sjoerd? Ze vinden je wel aardig. Zeg je? Die vinden ze niet zo lekker, hè? Ja. Kijk mij eens voor de afstand. Nu moeten we op zoek naar... olifanten. Ja. Ja, ik zie het. Ja? Goed gespot. Oh. Ja hoor, eentje zit in poepen. Dit was blij met jou. Vergeet niet, duimpje omhoog en abonneren. En zet jullie comments wat jullie favoriete dier is. Later. Hey Sjoerd, bedankt voor je hulp, hè.